Yes jongens, welkom allemaal. Goed dat jullie er zijn, we gaan even wat Weekend League spelen. Yes jongens, welkom allemaal. We zijn even inderdaad het geluid aan het fixen. Dus vandaar. Zo, goed dat jullie er allemaal zijn. We gaan even wat Weekend League spelen. Het is tijd geleden dat ik online was. We hadden wat problemen met de opnameapparatuur van... met het geluid en het beeld. Dat is uiteindelijk gefixt en ik was gewoon eventjes een tijdje druk bezig. Wist eventjes niet... was ook niet zo actief meer eventjes op FIFA. Dus had niet echt content om, te uploaden. En ik dacht, weet je, vandaag gaan we gewoon weer eventjes... gaan we gewoon weer even livestreamen. Want dit lijkt me wel wat. Een tijdje geen Weekend League meer gespeeld. En daarom zijn we er nu gewoon. En dacht ik, ik ga even wat potten spelen. Jongens, ik ben er nog hoor. Ik ben alleen even wat dingen aan het fixen, zodat alles goed staat. En dan... ik zat net op een andere pagina. Ik moet heel even kijken hoe ik daar weer terugkom. Yes jongens, het is allemaal geregeld. Als het goed is,
kunnen we los. En ik zie het al in de chat inderdaad voorbij komen. Vanavond is inderdaad Team of the Season. En zoals je ziet hebben we iets meer dan 8 ton nog op de bank staan. Dele Alli natuurlijk verkocht. Spurs, ja, die moest ik wel even verkopen. En dit is momenteel het team. Ik heb eventjes wat geïmproviseerd, wat dingen veranderd. Ik speel nu met een linkerkant van Ajax / mezelf. Met Matthijs, Tagliafico en Neres. Neres gaat eventjes op 10 in-game. Team of the Year Mbappé is toegevoegd. Die speelt op LAM. Eusebio op RAM. Ik sta in de spits. 4-2-3-1. Verdedigende middenvelders. Vieira, Kante. En de achterhoede zoals die staan. Dan hebben we nog Ibra, Villa, Marcos Alonso, Martial, Sterling, Meunier, Matuidi. En eventueel nog Mahrez op de bank. Dus leuk team. We hebben nog geld over. Wie weet dat we nog wat voor Team of the Season... ja, dat we daar iets gaan kopen. Je weet nooit wat er komt. Vanavond volgens mij most consistent. Dus daar ben ik benieuwd naar. En nou ja, we gaan eerst even wat Weekend League spelen. Zoals je ziet, ik heb alvast even 1 potje gespeeld. Om eventjes weer in de flow te komen. Ik had al een tijd niet gespeeld. 3-0 was een rage quit. En dat belooft dus veel goeds. En dan gaan we nu gewoon door met spelen, jongens. Ga gewoon lekker onder het genot van een no copyright muziekje. Gaan we gewoon eventjes een paar potjes spelen. Kijken of we het nog een beetje kunnen. Ik heb niet veel gespeeld de laatste tijd. Dus we gaan het meemaken. We komen nu meteen tegen een degelijke ploeg, moet ik zeggen. Met Vieira en Pla en Blanc. Twee Fit Birthday kaarten. Twee informs. Gewoon Fran rechtsback. Dus we gaan het gewoon... eventjes zien. We gaan dus 1-0 in de Weekend League. En we gaan kijken hoeveel potjes we nu even kunnen spelen. Hij klikt natuurlijk weer op start. Geen idee waarom. Natuurlijk kunnen we het ook eventjes over Ajax hebben. Het was natuurlijk doodzonde dat ze niet door zijn gegaan. Maar gelukkig hebben ze nog wat om voor te spelen. Namelijk de titel. En ja, laten we hopen dat ze die gaan pakken. Bij het spel. De competitie heeft ook even een tijdje stilgestaan, dus aankomende zondag mogen we weer tegen Fortuna Sittard. We hebben nog 2 wedstrijden, we kunnen nog Europese play-offs halen, dus wie weet dat nog gehaald gaat worden. Goeie onderschepping. Uitstekend verdedigd door Cancelo. De rest de diepte in. Oh, je wordt omver gegooid. Dat is overtreding, ja. Dat dacht ik ook, scheids. Denk, oh, het is een penalty. Oh, dat had ik helemaal niet door, jongens. Yes, penalty raak. 1-0. Goeie start. Ik had helemaal niet door dat het in de 16 was. Ik dacht gewoon dat het buiten de 16 was. Mensen vragen hoe de servers zijn. Oh, als ik dit zo zie... niet best, maar ik heb nog niet echt veel gespeeld, dus ik kan nog niet echt een oordeel over geven. Hier is het 1-1, ja, zonde. Het voelt wel ietsjes traag aan, maar goed. We moeten nog eventjes wat langer spelen om er een. Om een echt oordeel over te kunnen vellen, jongens.
Goeie actie, jammer. Je kon de rest bijna zijn eerste doelpuntje in de Weekend League maken. Deze Weekend League. Zo, dat is een beetje raar wat daar allemaal gebeurde. Die bal. Oh, goed doorlopen. Cornerbal. De licht zoals vaak gevaarlijk uit de corner. Oh, heerlijke goal. Goeie aanval. Fantastisch schot. Wat wil je eindigen? Ja, wat wil ik eindigen? Het liefst wil ik top 100 eindigen. Maar ik weet ook nog niet of ik de hele Weekend League kan gaan spelen. We spelen zondag natuurlijk ook een wedstrijd. En nou ja, dat gaan we even meemaken. Maar ja, kijk, als ik hem helemaal wil afmaken, wil ik minstens Elite 1 halen. En het liefst natuurlijk top 100. Maar ik moet zeggen, ik ben wel nu eventjes een tijdje inactief geweest. Waardoor... Waardoor ik wel weer even in moet komen, merk ik. Oh, fuck. Nou, dat zijn gratis goals, jongens. Sierhuis. Is hij weer, hoor. Echte goaltjes die... Ook op FIFA. Goed, hoor. Zo staat het 3-1 in deze pot. Jongens, jullie hebben mijn team gezien. Laat ook even weten in de chat. Wat zouden jullie met mijn team doen? Eigenlijk heb ik een linksbuiten nodig die in-game op 10 kan. Ik heb Hazard even neergezet. Dat was toen die 94 versie. Daar was ik geen groot fan van. Misschien is die 95 wel goed. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar als je nog andere tips of ideeën hebt, laat het even weten. Het is overtreding, natuurlijk. Daar is hij weer. Ja hoor. Ze vallen makkelijk, jongens. Iemand vraagt, hoe kan je Sierhuis 99 kopen? Dat kan helaas niet, jongens. Die kaart, die heb ik alleen. Is de enige op de markt. En, de enige in het spel. Hij is niet eens op de markt. En die wordt alleen verstrekt aan jongens die... aan profvoetballers die zelf Weekend League spelen. Wil je daar nou meer over weten? Check dan eventjes na deze livestream... Mijn vorige video, die is onwijs goed bekeken. Hartelijk dank daarvoor. Volgens mij vonden jullie het allemaal een hele leuke video. Gezien het aantal likes, reacties en views.
Dus hartstikke dank daarvoor. Oef, bijna 5-1. Ik ben dus benieuwd of er een leuke linksbuiten komt die op 10 kan in het team of the season. Dat zou natuurlijk een leuke additie zijn in dit team. Ik denk dat die prijzen die zullen ook wel weer flink gaan dalen. Dus ik ben heel benieuwd. Hier even opletten. Dat hadden we door. Ik heb ook wat tips gekregen van Nick Den Hamer, natuurlijk de officiële e-sporter van FC Groningen. En hij heeft me wat tips gegeven in het verdedigende gebied van FIFA. Aanvallend ben ik best wel oké, al zeg ik het zelf. Best wel veel variatie, alleen verdedigend doe ik soms domme dingen. Daar heeft hij me wat tips over gegeven en hopelijk kunnen die zich uitbetalen. Deze wedstrijd is tot nu toe wel heel duidelijk wie de betere is. Als je de statistieken ziet en ook de stand. Maar hij wil nog niet opgeven. Dat is soms het nadeel. Door die pro player card weten mensen dat je tegen profvoetballen speelt. En dat zorgt ervoor dat mensen heel graag willen spelen. Heel erg gaan tryharden. En ook niet zo makkelijk gaan opgeven als ze 2-3, 4-0 achter staan. En dat zorgt ervoor dat het soms wat langer duurt dan normaal. We hebben natuurlijk niet alle tijd van de wereld. Mm. 5-1. Goeie goal nu van Eusebio. Eens kijken. Jesper LCK, ik heb het paarse tenue, derde tenue met jouw naam erop. Top, hartstikke leuk om te horen. Ga vooral zo door. Leuk dat je me support. Hugo, jij vraagt hoe zit het eigenlijk met je studie? Ik heb mijn propedeuse economie en bedrijfskunde gehaald. Ondertussen trouwens een rage quit. Op de universiteit heb ik 2 jaar economie en bedrijfskunde gedaan in Amsterdam. Daar heb ik mijn propedeuse in gehaald. En toen heb ik besloten om het even opzij te leggen. Omdat ik natuurlijk druk ben met voetbal. Dat staat even op hold momenteel. En wie weet dat ik daar nog door mee ga. Het leuke van Neres is dat hij 5-star week voor heeft. Ik zie net wat vragen waarom Neres in mijn team zit. Ja, gewoon, ik vind Neres gewoon lachen. Hij heeft natuurlijk 5-star skill moves, dus dat is leuk. Niet zo'n heel goed zwak been. En zijn uithoudingsvermogen is slechts 78. Dat maakt hem wat als 10 soms wat snel moe. Maar goed, gewoon een leuk speler. En iemand wil de statistieken van mezelf zien. Ik denk dat je dan deze bedoelt. 464 wedstrijden, 405 goals, 236 assists. Ja, statistieken liegen natuurlijk niet. Het is niet slecht. En dit zijn de eigenschapgegevens. Dus natuurlijk gewoon top. En ik bof natuurlijk dat ik die kaart kan gebruiken. Dus laten we lekker doorgaan. Het gaat de goede kant op. Voor Champions.
Reinoud vraagt waarom ik het Griekenland logo heb. Ja, weet je, ik ben in Griekenland geboren, in Athene, heb er 3 jaar gewoond en... het is niet dat ik veel met Griekenland heb, maar ik vind het gewoon wel leuk om een beetje dingen daarin te doen. Ik heb Nederland zelf tot nu met de Griekenland logo en doe ik voor de lol. Iemand zegt wees voorbereid, het gaat super slow. Ja, ik had wel door dat de gameplay wel wat traag is, maar goed, we gaan gewoon lekker doorspelen. Vorig weekend heb ik dus niet gespeeld, of nou ja, wel gespeeld. Volgens mij Wessel Martens heb ik van jou verloren. Toen was ik eigenlijk ook wel klaar mee. Ik verloor volgens mij mijn 6e pot in de Weekend League. Ging 5-0, volgens mij verloor ik toen van Wessel in verlenging. Was al vrij snel in het weekend en ik had al niet zoveel tijd. Toen was ik er eigenlijk best wel klaar mee, dus toen heb ik niet meer doorgespeeld. Dus vandaar. Ik wist even niet wat ik van plan was met deze vrije trap, dus dat was niet zo slim. Hij schiet hem uit. Nou, dan gaan we het krijgen. Marlon Borneman, easy wins tegen WSV 30, 4 goals gemaakt tegen je team. Ja, ik heb het gezien. Als jij de spits was, dan weet ik precies wie je bent, ja. Balen, ik moet zeggen, ze verdedigen je ook wel heel slecht, hoor. Zo heb ik ze het niet geleerd, maar... goed, jullie zijn goed op weg met SVW, dus ga zo door. Oh, ik moet mijn racket even aanpassen. Goed dat jullie het zeggen, jongens. Jullie zijn scherp. Wat gaan we dan nu? 2-0 of 3-0? 2-0 toch? Dacht ik. Ja. Oké, let's get it. Was het buitenspel of niet? Ik denk het wel. Ja. Ik zie nog steeds een paar vragen voorbij komen in de chat hoe ik aan mijn eigen kaartje kom. En waarom die 99 rated is. Wil je dat weten? Check dan eventjes na deze livestream. Mijn laatste video, daarin leg ik het uit. Geef ik een review en vertel ik eventjes wat de plus en minpunten zijn van mijn eigen 99 kaart. En dan kom je er dus ook achter hoe ik daaraan kom. Ah, te moeilijk. Dom. Bewogen met de keeper. Toen hij wachtte met schieten dacht ik, oh, ik beweeg iets te vroeg, maar kennelijk. Is goed. Klaar. Vamos. David Neres. Hij gooit Neres. Maar niet op de flank. Gewoon in de as hoor bij mij. Lekker op 10. Hoe schiet je vaak? First time shooting of andere schietmethoden? Ja, het gaat volgens mij om de variatie. Zoals dit is low driven, perfect timing. Af en toe met gewoon R1. Dus gewoon nog steeds finesse. En dat timen. Het gaat voornamelijk natuurlijk om het timen. Als je goed weet te timen, heb je altijd een goede kans om te scoren. Oeh, stom.
er net aan tussen. Dus ja, wat ik zeg, first time doe ik ook nog wel. First time, niet meer finesse. Low driven en finesse zelf. Dat is denk ik eigenlijk, dat zijn voornamelijk de manieren om te scoren. Ik denk dat het belangrijk is dat je gevarieerd blijft in je aanvalsspel. En de manieren waarop je wil scoren. Ah, hier gebeurt niks. Dus ja, dat is het. Inmiddels 260 kijkers. Goed dat jullie er allemaal zijn. Dat we eventjes lekker weer Weekend League gaan spelen. Tijdje geleden. We gaan met 2-0 of 3-0, jongens. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. We zijn in ieder geval goed begonnen. En we staan nu weer 1-0 voor. Dus dat is mooi. Als deze aankomt, is hij perfect. Ah! Mbappé, kom op. Van jou verwachten we meer. Het is nog een keer geel. Dan gaat hij rood krijgen. Varane mag gaan douchen, jongens. Domme tackle. Even te moeilijk. Ik moet het simpel houden, jongens. Dat is het belangrijkste. Van de legende zei dat ooit. Voetbal is simpel, maar simpel voetbal is het moeilijkste wat er is. Gewoon lekker dat balletje het werk laten doen. Oh, op deze manier natuurlijk. Hij is er weer. David Neres. Gewoon 2 goals hoor. Aardig stiftje dit. Nou, ga dan maar weg gewoon. Mijn eerste gedachte bij de 2-3 van Lucas. Ja, ongeloof. Ongeloof. Ik sloeg mijn handen voor mijn ogen. Zoals dit. En ik kon het niet zien. Ik geloofde het bijna niet. Dus ja, dat denk ik. Er ligt Max Sliding, terwijl ik het niet eens doe. Goeie redding. Beetje raar dit allemaal. De bal vliegt wel heel vaak er net aan doorheen. Wordt een paar keer gevraagd of ik na dit seizoen terug ga naar Ajax. En na dit seizoen terug ga naar Amsterdam. Nee, nog niet. Ik blijf sowieso nog een seizoen bij FC Groningen. Mijn anderhalf seizoen uitgeleend. Ik denk dat het momenteel ook voor mij het beste is. Ik speel veel. Ik maak minuten. Maak goede ontwikkeling door. En ja, eredivisie minuten zijn gewoon voor mij belangrijk. Dat ik die ervaring opdoe. Daarna gaan we weer verder kijken. Goeie bal dit. Oh, hij doet die actie niet nog een keer. Yeah.
Jeetje, Mina. Hij maakt wel veel domme overtredingen, zeg. Maar ja, goed. Ajax is niet door, helaas. Finale nu Ajax... Ajax. Finale nu Liverpool-Tottenham. Laat even weten in de chat wat jullie denken dat het gaat worden. Wie gaat er winnen, Liverpool of Tottenham? Overigens, vier Engelse ploegen in de finale van de Champions League en Europa League. Ik weet niet of dat ooit al is gebeurd, maar wel vet. Dus kijk ik wel naar uit. En jongens, ik mag straks 3 golden tickets weggeven voor het eSports FC Groningen toernooi. Voor de finale zelfs. En daar zal ik ook bij zijn. Nick Den Hamer is daarbij. Dus wil je die eSports tickets winnen, blijf dan sowieso checken. Want die gaan eruit. En ja, dan zie ik je waarschijnlijk. Dan zie ik je waarschijnlijk hier als je wint. Dus blijf voornamelijk. Blijf zeker even kijken. En dan kun je straks ook nog kans maken op prijzen. En wie wil dat nou niet? Mbappé. Ja, Team of the Year Mbappé, jongens. Is niet slecht, hoor. Heel veel mensen zeggen Liverpool. Liverpool Champions League. Laat het hopen. Ik ben ook altijd voor Liverpool als het om Engelse clubs gaat. Dus ja, ik ben ook zeker voor Liverpool in de finale. Hoi, goeiedag. Hoi. Ik ben wel live, hoor. Ah, er kwamen even wat mensen binnen. Ik wil even een trucje doen, jongens, want het is niet helemaal gelukt. Oh. Ik zit natuurlijk in het stadion van FC Groningen, dus er komen wel vaker mensen langs. Volgens mij waren ze een rondleiding aan het geven, zeiden ze dit is de e-sports room. Mbappé! Wat een goal. Tijd om op te geven, denk ik. Snel weer, we gaan de stream, ja. En jongens, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan vooral even. Er gaat binnenkort meer content aankomen, als het goed is. We gaan wat vaker live, hopelijk. En op die manier ga ik gewoon jullie meenemen in mijn FIFA-leven, jongens. 3-0. Op naar de volgende pot. En we gaan gauw door. Geen tijd verliezen. Meteen door. We zitten in een goede flow. Doe het er nu van Qatar. Omdat jullie daar over 15 jaar gaan afbouwen. Is Qatar überhaupt op FIFA? Dat weet ik niet eens. Krijg je een team of the season, denk je? Nee, denk het niet. Ik heb natuurlijk maar een half jaar hier bij Groningen gespeeld en niet een heel seizoen. En volgens mij is dat wel belangrijk, dus ik ga er ook niet vanuit dat ik een team of the season krijg. Sowieso zullen dat veel Ajax, PSV spelers zijn. Dat is natuurlijk, komt vaak voor. Er wordt iets minder gelet op clubs als Groningen.
Laat ook even inderdaad, ik zie veel reacties over Fortnite. Ik speel wel in veel Fortnite. Laat even weten in de chat of je dat graag zou willen zien. Dat kunnen we natuurlijk mogelijk maken als jullie dat heel graag willen. Als het FIFA seizoen er een beetje op zit. Bam, 1-0. Mbappé, huppakee. Lekkere start. Kijken of we meteen door kunnen pakken. Goed, van de zaak. Een beetje te ver. Zonde. Meer ingezeten. Ja hoor, 2-0 Mbappé. Ja, snelle rage quits zou wel lekker zijn. Het zou 4 rage quits betekenen. Yes. Die is er ook vandoor. Lekker, dat schiet natuurlijk op. Dat is altijd prettig. Zet het er even onder. Inmiddels 340 kijkers, welkom allemaal. Leuk dat jullie er allemaal zijn op deze mooie vrijdagmiddag. Lekker FIFA kijken, prima hoor. Voor de mensen die willen weten waarom ik live ben op YouTube en niet aan het trainen ben. Dat is omdat ik vanochtend al een goede training achter de rug heb. Dus vanochtend hebben we goed en hard getraind. En morgen trainen we nog en dan zijn we klaar voor de wedstrijd van zondag. Dus ik heb deze middag vrij en daarom ben ik lekker eventjes Weekend League aan het streamen. Spelen tegen Nederlander, jongens. Zijn team zag er wel aardig uit. Zo. Die schiet hier opeens binnen. Dat betekent dat we 0-1 achter staan, jongens. Ronaldo, ja, je weet dat hij dat kan. Nou. Niet de start waar we op gehoopt hadden. Een beetje, ik dacht dat ik er echt tussen zou zitten. Maar goed. We gaan door, jongens. Nog geen man overboord. Ja,
Maar meeneem. Zo doen we dat. Huppakee. En meteen door. Er wordt gevraagd welke jongens van Groningen en Ajax Weekend League spelen. Van Groningen spelen Mike de Wierik en Tim Handwerker Weekend League. Ik denk nu ook ietsjes minder fanatiek. Voorheen speelden ze echt wel elk weekend. Maar ja, kijk. Ze waren soms gewoon tevreden met goud 3 of zo. Dan dachten ze van, nou is het nou wel mooi geweest voor dit weekend. Dus zodoende. Van Ajax, Donny speelt wel fanatiek FIFA, redelijk fanatiek. Ik weet niet of die Weekend League speelt, maar hij heeft in ieder geval een goed Ultimate Team. Verder, Frankie speelt volgens mij ook wel FIFA, maar ik weet niet of die ook Weekend League speelt. Oh, dom. Dus verder weet ik het eigenlijk niet echt. Ja, van jong Ajax weet ik dat er best wel een paar dat spelen, of hebben gespeeld. Maar van het eerste weet ik het niet. Even opletten hier al. Tuurlijk, ga maar jongen. Neres, 2-1. Goeie goal. Goeie aanval via de flank naar de as. Yannick Lopez is er ook gewoon hoor. Hij is gewoon aanwezig in de chat. Hermanos y hermanos. Wat is het? Hermanos y hermanas van team Yannicku. Leuk dat hij er ook is. Zou je een keer een video op willen nemen met de Wierik? Ja, wie weet. Ik zal hem eens een keer polsen of hij daarvoor open staat. Misschien wel. Dat we een keer FIFA tegen elkaar gaan of zoiets. Dat is wel leuk. Dus nou, kunnen we even kijken. Ja, Janna, je ziet het goed. 4-0, 4 rage quits en dit is het vijfde potje. Staan we net 2-1 voor, we kwamen 1-0 achter. Maar dat komt toch weer, die is linksbenig, die gooit hem even uit de drive voor. Zo, hij doet wel rare dingen zeg. Al die voorzetjes en zo, ik weet dat ze OP zijn, maar dit. Kom maar Mbappé, kom maar Jochen. Dan gaan we hem even een koekje van eigen deeg geven. Oh, zonde. Och, zonde. Het zou wel echt een klote goal zijn geweest. Maar goed, ik had hem graag even gemaakt. Oh, Eusebio. Ah, die moet ik erin koppen. Gewoon groen timen. Er is niks aan de hand. Oh. We moeten het afmaken, jongens. Of afmaken, in ieder geval op een grotere voorsprong komen. Mbappé. Ah. Hij wil er even nog niet in, hoor. Nu dan, nee. Neres. Ach. Nee, die wint geen kopduelletjes. Oh, weet niet waarom. Hey. Geen overtreding. Oké, scheid, is apart.
Ga maar eens even. Ah. Ik had verwacht dat Mbappé daar naar binnen zou komen. Denk buitenspel of niet? Ah! Zonde, anders is het gewoon 3-1. Hij wil alles first time schieten, koppen. Ik ben er een beetje gek van. Kom op even, man. Hij timed ook niks. Oh, dat was niet de bedoeling. Tegenhouden. Ik begin een beetje het initiatief uit handen te geven. Daar hou ik niet zo van. Vamos. Goeie goal nog, net zo voor rust. Toch lekker hoor. Die gameface van mij lijkt inderdaad niet echt, nee. Maar goed, ik ben nog jong jongens, hopelijk komt dat nog. Maar inderdaad, ik heb nog niet echt een gameface, nee. Ah ja, rust 3-1. Ik sta goed op weg, inmiddels bijna 400 kijkers, goed dat jullie er zijn. Mensen vragen, is Neres goed? Ja, Neres, ja. Hij voelt soepel aan, het is een goede kaart. Goed, hij is natuurlijk niet wereldtop. Het is geen... topper die een pro in zijn team zal zetten. Maar ik vind het gewoon leuk om mee te spelen. Dus, why not? Hij wil matig uithoudingsvermogen, dus ik wissel hem in de rust. Maar ik vind het gewoon leuk om mee te spelen. Nou, die nog spelen of niet? Man. Yes jongens, zoals ik jullie net heb verteld, ik weet niet wat deze gozer trouwens aan het doen is. Maar zondag 26 mei aanstaande is de FC Groningen eSports Cup. En daarvoor mag ik 3 golden tickets weggeven. Het is trouwens de aftrap met die first. Nou goed.
Ik mag dus 3 golden tickets weggeven voor het FIFA 19 eindtoernooi, de finale van de FC Groningen eSports Cup. Waar Nick Den Hamer is, de officiële e-sport van Groningen. En ik kan schoon dat ik daar ook bij ben. Dus wil je daarvoor een golden ticket winnen? Laat dan even in de chat zo weten waarom jij dat golden ticket moet winnen. Welke geldige reden jij hebt om die golden ticket om die te winnen. En dan ga ik zo mensen uitkiezen die... die winnen. Jeetje mina. Oh, groen getimed van Dijk. Zou je zeggen, heb je toch wel een kans om erin te gaan? Goed kan zijn wel. Ik weet niet wat die keeper van hem aan het doen is. Deze is niet goed geschoten, maar goed, hij zit erin. Mooi. Het is natuurlijk ook de eindexamens, hè? Die zijn gisteren begonnen. Voor degenen die eindexamens hebben, heel veel succes. Zorg ervoor dat je slaagt. En ik hoop dat je eerste examen of examens goed zijn gegaan. Doe je best op school, hartstikke belangrijk. Daarmee kun je een goede carrière opbouwen. Klik weer op start, jongens. Nou, dat was geen lekkere voorzet.
Hier, even een koekje van eigen deeg met al die first time shots. Wegwezen. Zo doe je dat. Van welk merk is mijn trui? Mijn trui is van Sandro. Gehaald bij de Bijenkorf. Shout out naar Germano. Germano werkt bij Sandro in de Bijenkorf. En hij is een goede vriend van me. En mijn top personal shop assistant. Hij laat altijd weten welke toffe nieuwe dingen er zijn. En dan kan ik daarop inhaken. Ik hoop dat jullie hem tof vinden. Anders mag jij hem de, de schuld geven. Nadat dit potje ook was gewonnen. Goed weg. Meer dan 400 kijkers, jongens, top. En dit is echt het moment om nu in te sturen waarom jij een golden ticket moet winnen voor de FC Groningen eSports Cup finale. Waarom moet jij daarbij zijn? Laat het nu weten. En dan ga ik na deze wedstrijd, die bijna afgelopen is, ga ik één winnaar uitkiezen. Of misschien zelfs drie, dat weet ik nog niet. Laat maar afscheid, het is mooi geweest. We moeten door. Yes, we hebben gewonnen. En dat betekent dat we 5 om 0 gaan. En dan gaat kijken naar de comments in de chat. Ik ga de eerste golden ticket weggeven aan Jesse Belt. Jij was bij mijn debuut bij Ajax en volg me dus kennelijk al een tijdje en dat waardeer ik. Dus jij hebt eerst golden ticket gewonnen. Wat je moet doen, je moet een Insta DM sturen naar het e-sports account van FC Groningen. Dus even kijken wat precies de Insta is. Even checken. FC Groningen _esports. Jesse, stuur daar eventjes een
DM naar en dan heb jij de eerste golden ticket gewonnen. Ga ik er nu nog eentje weggeven. Dus even kijken. Reageer even in de chat. Vertel wat, waarom jij erbij moet zijn. Dus nogmaals, golden ticket voor de finale van de eSports Cup van FC Groningen op zondag 26 mei, waar Nick Den Hamer, de officiële e-sport van Groningen, en ik bij zijn. En ja, het is vet om daar te zijn, dus laat weten wat het, waarom je erbij wil zijn. Dan verander ik even mijn record snel. Hup. De tweede ga ik weggeven aan Milan Breunissen. Milan Breunissen, jij bent de tweede winnaar. Stuur een DM naar het Insta-account van FC Groningen eSports. FC Groningen laagstipje eSports. Want ik vind het tof dat je zoveel waardering uitspreekt. Dat je naar me kijkt. En ja, om die reden ga ik jou eentje geven. Dus Milan Breunissen, jij hebt de tweede golden ticket gewonnen voor de FC Groningen eSports Cup. Op zondag 26 mei. Jesse heeft de eerste gewonnen en we gaan er zo nog een laatste golden ticket weggeven, jongens. Dus blijf vooral checken, je kan nog steeds winnen. Dus zorg dat je er bent. En zorg dat je blijft kijken. Even kijken, jongens, even alles goed doorgeven. Jordi Storm, welkom jongen, goed dat je er bent. Jordi en ik hebben samen Fortnite gespeeld, dus dan kun je zien of ik een beetje goed ben in Fortnite. Dus check het even na deze livestream op zijn kanaal. Dan kun je zien dat ik ook nog wel een potje Fortnite kan spelen. Maar Jordi is de enige echte pro, welkom, goed dat je er bent. Goed dat je ook eventjes mijn FIFA skills komt checken. Leuk man. Ga 5-0. Ik denk dat we nog twee potjes of zo spelen, jongens. Dus dan gaan we eraf. Misschien 1-2 potjes. Even kijken hoe snel het gaat. Want ja, we hebben nog verplichtingen. Ik moet nog even naar de IKEA zo. Wat dingen voor mijn huisje kopen. Moet ook gebeuren. Dus we gaan het zien. Of ik dit weekend 30-0 ga halen, ja, ik weet het niet, jongens. We gaan 5-0, begin is er. Goed, het is natuurlijk moeilijk 30-0 halen, maar ik ga mijn best doen. Ik weet niet hoe ver ik ga komen. We gaan het zien. Jordi, ben je eigenlijk bezig met kwalificeren voor Fortnite WK? Laat even weten, man. Die qualifiers zijn nu toch? En ik geef even snel gewoon een shout-out naar Russell Maas, omdat hij erom vraagt en omdat het soms kan. Woe, jongens. We komen wel tegen een ploegie hier, hoor. Ai, 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 ai. De focus gaat nu even serieuzer zijn. Ik weet niet... of hij ook echt goed is.
Maar zijn team mag er in ieder geval wezen. En ja, daar moet je toch gewoon even scherp bij zijn. Dus eventjes de focus. Traag zeg. Kunnen we in dit potje zeker niet gebruiken. Vamos, 1-0 Eusebio. Heerlijke goal. Jesse, top. Goed dat je een DM'tje hebt gestuurd. Ik heb het doorgegeven dat jij... dat jij een van de winnaars bent, dus je gaat de reactie krijgen, gaat goed komen. Jeetje, anders valt het voor zijn voeten. Hij speelt wel met veel aanvallende spelers en dan ligt hier de ruimte. Oh, had ik meer mee moeten doen. Zo met 3 at the back. 3 verdedigers. 3-5-2 of zo denk ik. Corrigeert, kennelijk overtraining gemaakt. Oh, hier gebeurt niks, man. Ik maak ook geen tackle hier, hoor. Volgens mij pak ik gewoon de bal. Maar ik krijg een penalty tegen. Come on, lekker zeg. Oh jongens, ze lopen elkaar in de weg. Goed. Onder de druk uit. Kom maar Neres. Dat is een goed idee, maar de bal is niet goed. Pavard is wel aardig moe. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Ah, toch. Die klote voorzetten. 1-1, kom aan. Kop op. Zat. Zonde. Oh, dit zijn zulke... Gewoon goed getimed, ik snap het dan niet.
96 van Dijk. Goedendag, ik ben live hoor. Ja, geen ding hoor, blijf lekker zitten. Ik doe alleen de programmaboekjes voor zonder erin. Dat is goed hoor. Ja, voor deze nog helemaal niks. Nee, maakt mij niet uit. Ja, mij wel. Maar sommigen willen niet live op beeld. Sommigen willen ook niet gestoord worden. Heel goed. Dankjewel. Met je wat goedemiddag. Ja, ze kwamen 1-0 voor, maar nu staan we 2-0 achter. Zonde. Kom aan. Weer een CWO 2-2, belangrijk. Slecht verdedigen ook. Heel slecht uitverdedigen vooral. Kai. Goh. Goeie keeper movement. Anders was het klaar geweest, denk ik. Slecht verdedigd ze. Nou, kom maar.
hier gebeurt toch niks, of wel? Jongen, jongen, jongen. Man, 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 wat gebeurt hier allemaal, man? Kom op, F.V. Ik krijg geen vrije trap voor dit soort dingen. Nou, kom op. Kutzooi. Ah. Oh, dan neemt hij weer niet goed mee. Steek hem nou. Waar wacht hij nou zo lang op? Ja, even serieus, Marcel. Oi, oi, oi. Vamos, come on. Oh, 3-3. Kom aan, Kilian. De Gea, die pakt net een geweldig groen getimede low driven. Maar deze heeft hij niet. Maar goed. Klaag niet. Nee, die had ik. Kom op. Goed, Dickie. Zit er dan nog meer in, jongens? Vamos! Come on! 4-3. Nu vasthouden. Hij laat zijn back zoveel heen en weer gaan. Die zijn helemaal kapot, waardoor hij gewoon met 3 man achterin staat. Even kijken. Ik kan niet meer wissen, man. Met 5 achterop spelen, zodat ik die opkomende backs tegen kan houden. En dan alsnog met veel man voorop staan. Hey, Roelie is ook gewoon aanwezig. Welkom, papa Roelie. Goed dat je er bent. Hopelijk kunnen we deze even over de streep trekken. Jezus Christus. Die Mbappé, daar word je gewoon scheidsziek van. Ik heb hem zelf ook, maar... Het is om dit soort dingen. Thank you.
jongens. Goed. Poeh. Bijna tijd. Uitspelen dit, jongens. Ik weet dat het vies is, maar dit is competitief FIFA, jongens. Lekker. Woeh! 4-3 winst, lekker. Ik hoor dat het een Italiaanse pro-streamer is. Ha! Dr. White, Italiaanse streamer hoor ik. Hey, waja. Ook die kunnen we pakken, jongens, lekker. Roelie 30-0, het zit er nog in. We hebben de eerste streamer in ieder geval gepakt. Ja, oh, het ging niet makkelijk, maar zoals je ziet is het wel redelijk... Ja, hoe zeg je dat? Het klopt wel redelijk als je de statistieken ziet. 430 man inderdaad. 9 geschoten om 7 schoten, 7 doel om 6 om doel, iets meer balbezit. Dus even kijken. Ik begon natuurlijk met deze goede goal van Eusebio. Snoeert in de korte hoek. Goeie goal. Toen kreeg hij eigenlijk het betere spel. Ja, voorzetten. Duidelijk verhaal. Zonde. Scoorde hij deze 2-1. Snelle vrije trap. Ja. Het komt wel bij Van Dijk, ik moet dat misschien beter anticiperen. Ja, heel slordig dit natuurlijk van hem. First time uit de draai, zeggen we maar niks over nu. Dit was wel een hele mooie goal, moet ik zeggen. Heel veel skill moves, wel een klein beetje geluk daar. Goeie goal. Ja, dit was denk ik het belangrijkste moment van de wedstrijd. Dat ik hier goed mijn keeper beweeg. Volgens mij zitten er allemaal Italianen nu in de chat. Buongiorno. Ja, toen even een corner had ik even nodig. En dit is, ik dacht dat ik die verpestte, maar gelukkig groen ik deze. Oeh, lekker jongens, 6-0. Ja jongens, 6-0. 4 rage quits. Hij is nu ook echt aan het streamen, die Italiaanse streamer. Hij zoekt je nu op internet. Doc says thanks for the match. Ja. Thank you man. It was a good match. GG. Yeah, what should I say? I was a little bit lucky in the end. I had to win it. I had to play it out. Sorry for that. But GG man. Good luck this weekend league. Hopefully I'll get a good result so it's worth it. Nou jongens, hebben we onze sportieve plicht hebben we ook weer gedaan. En daarmee vind ik het een mooi einde van deze stream. We hebben 1,5 uur zijn we live geweest. We hebben 5 potjes op stream gespeeld. 5 gewonnen, 3 rage quits. Gewonnen van Italiaanse streamer dus. En nou mooi, vanavond team of the season. Heel benieuwd, most consistent. Volgens mij zijn dat spelers die geen inform hebben gekregen. Maar wel door het gedurende het hele seizoen goed hebben gespeeld. Dus we gaan het zien. Dit is mijn team. En ja, dat wilden nog een paar mensen zien. Kijk, Neres op links buiten. Gewoon omdat ik het leuk vind. Maar er kan nog een goede komen. En ja, goed. That's it eigenlijk. Ben benieuwd naar Team of the Season. Hopelijk komt er binnenkort weer meer content en nieuwe content. Dat gaat gebeuren als het goed is.
En dan ga ik voor nu gedag zeggen. Vond je het een leuke stream? Doe vooral even dat duimpje omhoog. En laat straks in de reacties weten wat je graag wil zien de aankomende tijd. Wil je graag FIFA zien? En wat voor content van FIFA wil je zien? Of wil je eens een keer Fortnite zien? Dat kunnen we ook wel eens een keer doen. Laat het even allemaal weten. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan eventjes. En klik op het belletje zodat je niks mist. En ga ik jullie snel weer zien. Hartstikke bedankt allemaal voor het kijken. En tot de volgende keer. Adios.